Kan je aanwijzen op de kaart waar je woont? Ja, ik woon... kijk hoor. Hier. Dus dan ga jij waarschijnlijk bij deze rotonde hier kijken. Ja, ik sta daar 's ochtends om 7 uur met een stoeltje en dan kom ik niet meer weg. Ja, ik moet op zo'n mooi kruispunt gaan staan, want dan kan je veel zien, denk ik. Ja, als je hier gaat staan, kan je ze 2 keer zien. Ja, daarom. Ja. Dat lijkt me een goeie. Hier? Ja. Wij wonen precies op dit stuk. Dat is, als de Tour de France in Utrecht komt, wel een hele mooie plek. Een hele mooie plek. We gaan op Anne Frankplein gaan we ook kijken. Als je de kaart zo ziet, waar zou je dan gaan staan? Ja, het handigste zou voor mij zijn om zeg maar, in de buurt van de Uithof te gaan staan, want daar woon ik ook in de buurt, dus dat is het makkelijkst. Dan kan je 2 keer zien voorbij komen. Ja, volgens mij komen ze wel die kant als die kant op. En het is een proloog, dus dat is leuk. Dus dan kun je alle renners rustig bekijken. Officieel is het een tijdrit, hè? Ja, oké. Okay. Wie verwacht u dat gaat winnen? Ja, waarschijnlijk een Fransman. Dan Raas? Ja, nou... Kneteman? Nee, dat is... Zoetemelk? Nee, is een beetje lang geleden. Wie denk je dat gaat winnen? Van Persie. De laatste keer was hij 8e in de Tour de France. Oh, Bauke Mollema. Ja. Ik denk wel dat het belangrijk is dat Utrecht internationaal bekend wordt. Nou, dat vind ik per se heel belangrijk, maar het is wel leuk toch? Ja, iedereen kent aan Utrecht, hè? Dat is wel een bekende stad. Ben je echt trots op Utrecht? Nou, ik vind het wel leuk. Dat... Waar ben je dan trots op? Nou, gewoon dat je zo'n event binnenhaalt. Dat is gewoon een prestatie. Twee dagen kijken? Nou, ik denk dat we het hele weekend ervoor uittrekken. Alle dagen, ja zeker. Heb je als wielrennen op televisie? Dat vind je wel leuk.